30 april 2016. We komen aan bij South Yana River State Park. Een park zoals alle state parks in Amerika. En we melden ons netjes bij de receptie. Are you tent camping or would they... Truck and back. Dan gaan we op weg naar onze site. Hé, hey, dan zien we ineens een hertje dat oversteekt. Die zit hier blijkbaar ook. We gaan naar onze site, parkeren de auto zoals we dat altijd doen. En willen gaan genieten van de rust op het statepark. Maar dan valt ons ineens iets op. De buren hebben verrekijkers en fototoestellen en turen naar iets. En we zien meer van dit soort mensen. Daar komen de overburen terug met een statief, een fototoestel en een verrekijker op de buik. Je ziet hier allemaal mensen met fototoestellen met enorme objectieven. Kijk, zoiets als dit dus. Waar turen die mensen toch naar? Er moet hier iets bijzonders zijn. En als we een stukje gaan wandelen, dan komen we er al snel achter. We zien een hokje, we lopen erin en dan wordt alles duidelijk. Dit is een vogelobservatiehokje. Al die mensen die turen hier naar vogeltjes. Nou, wij hebben daar maar even aan meegedaan en wij hebben ook een aantal vogeltjes geobserveerd. Hier zie je wat foto's en wat filmpjes ervan.